Ik ben hier in de wijk De Donk. En ik ben hier bij iemand die brengt licht in deze donkere tijden. En dat is Monique. Oh, volgens mij zijn ze al bezig. Hi, Monique. Hoi. Hi. Kijk, jij hebt een hele kar vol met de lichtjes, zie ik. We gaan naar het verpleeghuis de Noorderkroon, daar woon ik tegenover. Dus daar gaan we nu naartoe. We gaan 126 lichtjes brengen. Hallo Kimberly, ik ben Marijke. Monique is er met de lichtjes. Oké, tot zo. Ze komt eraan. Nou, wat goed. Kimberly, mooi hoor. Ja, kom eens kijken. Mogen we een lampje weggeven aan iemand? Ja, dat kan. Ja, ik zet hem hier op mijn kamer lekker, hè. Je komt wel goed te staan bij mij. Ja, ja. Dat wordt mooi. Want ik zeg, ik had eerst mijn lippen moeten stiften. Zeker. Oh, ik kan hem ook om. Oh, ik dacht ja, ik heb hem vast, hoor. Ja, ik wou zeggen. En Dorina heeft hem voor u gemaakt. Ja, nou. Ik ben er heel blij mee. Ja, heel nou, goed. Ik ga nou mijn toetje opeten. Ja. Ze waren er blij mee, hè, Monique? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, leuk, hè? Hartstikke leuk. Ja, helemaal goed. Nou, wat fantastisch met die lampjes om dat weg te brengen. Nee, ja. En ik zei net tegen Monique, ik vind het zo leuk, die lampjes. Ik zou zelf ook wel zo'n lampje willen maken. Precies. En toen zei jij... Ja, hij gaat plakken. Dus je een klein beetje aandrukken. Het is fantastisch. Ja, je moet hem niet te nat maken, want dan heb je daar een zwembad in je bordje wat droog moet blijven. Oh ja, dan ga je het bordje bekladderen. En dat ja. Nou, het potje is klaar. Ik heb hem, het is voltooid. Mijn naam staat er ook onder. En ik moet zeggen, als je dan in het begin denk je, je hebt een heel idee bedacht. Van, god, dit moet het allemaal geworden. Uiteindelijk ja, wordt het niet altijd zo zoals boom, je denkt dat het een wordt. Een boom en een landschapje ging het worden. Zie je nog aan die andere kant. Ja, precies. Je, het idee zie je nog. Ja. Maar uiteindelijk, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want het ziet er toch wel leuk uit met al die kleurtjes. Klopt. Het wordt eigenlijk altijd wel leuk. Ik ga zo meteen naar de markt toe. Dan ga ik gelijk dit potje even weggeven. Kijk, ik heb hier het lichtje bij me en het boekje of het kaartje. Alleen, voordat ik deze ga weggeven, moet je even daar kijken. Ja, de kerstboom. Hij staat. Jullie hebben de kerstboom neergezet, ja, toch? Ja, klopt. Jij was net nog verstopt, je zat er niet in. Je bent er net uitgeklommen. Ja. Je zit nog helemaal onder het kerstboomgruis. Ja. Was het lastig neerzetten? Viel mee deze. Hij paste dus. Hij paste, precies. Ja. Mag jij hem ook gaan versieren? Nee, dat doen wij niet. Maar ze komen wel lichtjes in, dacht ik. Oh ja, ze komen ook lichtjes in. Ja. Oh joh. En dan fleurt toch weer de markt op, hè? Dat heeft een oma. Ja. Waar woont ze? In Hilversum. Kijk, ik heb dit potje in elkaar gezet en het is voor de donkere tijden. Hartelijk goede Tiemen en jouw naam. Dat is wel leuk, dan geven we het samen als het ware. Nou, ze zal het leuk vinden. Dat denk ik toch? Ja, nou, zeker. Alsjeblieft, doe haar de groeten van me, Christian. Wat mooi dat je iemand met een potje zo blij kunt maken. En daar gaat het ook om, hè, dat we even aan elkaar denken in deze tijd. Aan de mensen in het verzorgingstehuis of aan je oma in Hilversum. Nou, Hubert, terug naar jou. Vond je dit een leuke video? Volg ons dan op onze socials en daar staan nog veel meer toffe video's. Heb jij zelf een leuke video? Gebruik dan de hashtag #DeBossenWinter en dan gaan wij kijken of wij ook iets voor jou kunnen doen. Zie je later!